Ja, hier zijn we weer met de setbox van jullie. We hebben er een lesje tegen mij gezegd. Eigenlijk zou je het al moeten open doen en dan terug toe doen. En dan kun je al wat vertellen of het erin zit. Maar dat is de bedoeling niet van een mystery box, hè? Allee ja. Wat is er? Het is een volledige mystery box. Want zoals je gezien hebt, er zit geen boekje bij me dat er deze maand in zit. Het is ook dubbel zo breed. We wegen nog altijd niet. Even weinig, ik kan mijn klak even afzetten, want het verschiet niet van mijn haar. Ik ben langs de coiffeur geweest. Ja, die een dochter weer bij commentaar te geven, dan de dochter aan het filmen. Overlast, ik heb wel, voor mijn verjaardag van iemand, ga ik een Japanse snoepjesbox krijgen, die ik ook wil open doen. Maar dan zegt de cameravrouw dat ze nu ook in beeld komen is voor de verandering. Precies of je ziet hier achter. Snoepjes! Ja, maar deze is dus, ik dacht eerst dat de snoepbox was toen ik bericht kreeg dat binnen was. Van boven moet dat ook nog eens gedaan worden. Ja, van boven moet dat ook nog eens gedaan worden. Oh. Wat gaat er nu weer in zitten? Een t-shirt? Ja, een t-shirt, sowieso. Er zit er eigenlijk element in. Ik heb ook al een mail gehad. Point? Ja, misschien. Ik heb ook al een mail gehad dat de Z-box van augustus nog niet verstuurd is. Dus die zal ik ook nog wel krijgen. Ondertussen is het al amai. Wat is dat allemaal? Kan, dat is een box in een box. Een box in een box, inderdaad. En een big box in een box. En nog een big box in een box. Zit er een Nintendo Switch in? Nee, dat gaat niet. Ja. Dat weegt veel meer. Nee, een Switch mee. Een Switch. Oké, allebei ook nog niet. We wachten, we gaan eerst beginnen. Jullie met kleintje, want het is goed. Met dat klein? Allee, ja. Maar ik wil het opdoen. Allee, doe dat kleintje dan eens open. En wat zit er allemaal in? Oeh. Allee. Geef die eerst eens aan. Een limited edition Jurassic Park coin. Exclusive. Zilver of goud? Zilver. Than me. Ja, laat dat mee en de nee. Dan zijn mijn Simpsons ook nog klaar. Ja, die kunnen maar even wachten, want daar zit ik al mee. Ja, die kunnen wachten. Jurassic Park, ja, die kennen allemaal. Hè. De boek, ik vind eigenlijk gezegd, de boek, ik vind hem beter dan de eerste film. Ik heb de eerste boek gelezen, ik heb de eerste film gezien. Het spel van Lego is ook leuk. Ja. Denk ik. Ik heb de eerste film gezien in de hoek van de Kalaanstraat en de Keizerlaan in de cinema toen nog. Even de Kwik. Dat is al even geleden. Toen was hij er nog. Die Kwik is er nog, maar die cinema niet meer. Nee, dat is geen Kwik meer. Hè. Dat is een... Nee, dat is nog een Kwik. Dat is een burger. Waar zit er nog in? Ah, nee, dat is iets van Marvel, The Avengers. Draait hij eens om? Ja, je draait hij eens om. Er zit dat. Oeh, het is een lampje. Ah ja, waarschijnlijk moet je hier bovenop drukken dan, ergens. Ja, want dat komt een lampje en een creepy! En ik zie de Iron Man zo'n lichtje. Een lampje voor in de donker. Creepy is dat, man. Dat is wel handig. Maar dat is wel creepy dat die ogen is pa. Ja, wat zit er nog in? Het laatste. Het laatste. Box is leeg. Een Mini Master Vehicle van Futurama. Futurama in een tijd gecreëerd door Matt Groening, de maker van de Simpsons, als opvolger voorzien als de Simpsons. Dat speelt ze eigen af in de toekomst. Want in die eerste episode... Ja, wacht even, dat is 4 minuten. Ik zie nog aan het uitleggen wat het is. Ja, maar ik wil niet doen dat als, ik weet, van Futurama, ik weet... Die eerste episode, die een hoofdrolspeler, dat gebeurt op oudjaar, die wordt wakker, maar die wordt 1000 jaar later wakker. Maar en voor de rest, ik heb er niet veel van gezien. Ik weet wel, dat is Bender. En dat is de hoofd Fly, geloof ik, had die niet? Of? Nou, zo weet ik. I don't know. Maar dat lijkt wel een beetje op de Yellow Submarine. Ja, een beetje. Kom maar eerder aan Thunderbird. Wie denk je? Ja, dat is ook zoiets gewoon. Ik ken dat niet. Oh, volgende box. Ook langs de andere kant. Toch langs de andere kant. Er zit nog een vlieg om mijn arm. Mij gaat dat aan mijn been. En hier zit een t-shirt in. Ik kan je niet meer zien. Waar zit er een t-shirt van? Oeh, Back to the Future. Is dat een robot? Dat zijn schoenen. Ja, dat zijn schoenen. Dat zijn de schoenen van Back to the Future. Dat lijkt zoiets, Back to the Future is precies een robot die zegt, ja. Back to the Future of zoiets. Nee, dat zijn geen schoenen. Dat gaat eigenlijk over het hoverboard. Dat stinkt wel. Dat ze nu proberen te ontwikkelen zijn, of bestaat het al een hoverboard? Maar iets dat echt van de grond vliegt. Een skateboard zonder wieltjes. Ja, je hebt ook Back to the Future gezien. Je moet het ooit eens zien, dat zijn goede films. 1, 2 en 3. Een 3 is niet zo goed, vind ik. Kom, wat zit er nog allemaal in? Dit. Een raar pakketje. Een boekje van... Stickers, denk ik. Star Wars.
Nee, ja. Die vrouw is creepy. Draag dat om. Dat is Prinses Leia. De achterkansel Darth Vader. En die is dan niet creepy, of wat? Die heeft een masker op. Voor hetzelfde ja, maar, gaat ze iemand met scheve tanden en ja, wat voor groen haar. Even zien. We gaan dat eens even open doen. Dat zijn May the Force be with you. Ja, doet hij dat eens open. Dat zijn schriftje, gewoon een gelijnd schriftje van Star Wars. Ik wil deze. Ja. Stinky Wiki. En dat maar is van, de, dat, van de, dat is van de Jedi en dat is van de Dark Side. Tot ook op de achterkant. May the Force be with you. Join the Dark Side. Maak nu. Hallo kraket. Dat is eten kraket. De doos is leeg. Dus ja, doe dan eens weg. Een light up canvas art. Een stormtrooper lumen art. Touch activated on off function. Wat is aan het tablet of zo? Ja, dat is voor tegen de muur te hangen. Je de rechterkant stot daar. De rechterkant. Dat hang je tegen de muur en dan leg je er even tegen duwt. Oh, vervaagd. Met een muur escape. Ja, ik kan daar eens even. Van daar eens even open doen. Er zit een USB-kabel bij om dat op te laden. De USB-kabel en de instructies. Die je die kunt lezen wat de USB-kabel ervoor hangt. Plezant. Wacht hè. The crossed out really bin symbol on this product. Ja, dat is goed. Ja, hallo. Het enige dat je nodig hebt. Ah, dat is voor twee schroeven voor in de muur te hangen en zo. Maar nice, dat is allemaal nodig. Je potlood. Dat is gewoon een soort. Dat is voor om de muur te hangen en dan duw je erop en dan springt dat op. Geeft dat licht? Ja. Dat anders, maar dat is nog niet opgeladen waarschijnlijk, want daar heb je dat kabeltje voor nodig. Oké, weer geen boekje wat er de volgende keer in zit. Ik denk dat deze wel een sci-fi boekje was. Oh ja, Back to the Future, Futurama, Star Wars, Avengers, Jurassic Park. In ieder geval, merci voor het kijken en tot de volgende keer. Ik weet niet of het met de Japanse snoep is of met de volgende Zetbox. Dat zullen we dan wel zien. Dankjewel en tot de volgende keer.